Televisiekijkers waren vorige week geschokt toen Bridget Maasland in RTL Boulevard uit het niets het woord voor een ernstige ziekte in haar mond nam. Juist omdat Natalie Hope, de stiefmoeder van haar zoontje Mees, daaraan leidt. Bridget Maasland heeft het waarschijnlijk nooit zo bedoeld, maar het was niet bepaald chic toen de presentatrice vorige week in RTL Boulevard een ongepaste opmerking maakte naar verslaggever Adam Beek en muziekproducent Ronald Molendijk, die op de bank zaten. "Blijven jullie lekker zitten daar," begon Bridget. Om te vervolgen met, een beetje kankeren, af en toe ergens mee bemoeien, dat zou leuk zijn. Het woord kankeren schoot bij velen in het verkeerde keelgat. Te meer omdat Natalie Hope, 43, die getrouwd is met Bridget's ex-Pepijn Patberg en de stiefmoeder van haar zoontje Mees is, aan deze ernstige ziekte leidt. In 2016 werd er bij Natalie, de assistente van illusionist Hans Klok, een grote tumor in haar baarmoeder geconstateerd. De tumor bleek kwaadaardig en Natalie werd met succes behandeld. Maar deze zomer vertelde ze dat het opnieuw mis is. Sinds eind maart is ze weer onder behandeling voor baarmoederkanker, net als een paar jaar geleden. Bij de pakken neerzitten doet Natalie niet. In augustus was ze met haar gezin op bezoek bij Hans Klok in Las Vegas en in A Little White Chapel besloten Natalia en Pepijn te trouwen. Een huwelijk waarvan Bridget's zoon Mees van tevoren niets afwist. Natalie zou nog steeds ernstig ziek zijn en de zorgen om haar zijn groot. Daarom vindt men de opmerking van Bridget behoorlijk ongepast. Ook op Twitter is de verontwaardiging groot. "Sorry Bridget, maar dat kan echt niet. Een beetje kankerend zeggen en dat op tv. Misschien moet je eens een dagje meelopen op de afdeling waar mensen chemo krijgen," zegt iemand.